We zitten op het Sophianum in Gulpen, bij Lotte van Loo en bij Ilse Keulers, die een bijzonder profielwerkstuk had gemaakt in hun examenjaar. Want de taal, het vak waarvoor het moet gebeuren, is Nederlands, maar het ging bij UG toch wel degelijk om het Limburgs. Lotte, vertel even, wie is er op het idee gekomen überhaupt? Ja, het idee is eigenlijk dat Ilse Nederlands spreekt en ik wel dialect. En omdat ze vaak dus dat dialect niet goed zou zijn, maar voor zichzelf, ja, ging verschil eigenlijk in onze taalontwikkeling. En we waren benieuwd of dat er wetenschappelijk gezien wel verschil zou zijn of niet. Ja, want je woont in hetzelfde dorp, allebei in IJs. Ja. Ja. Dus daar zou het verschil net moeten zitten. Even kort, waarom kan ze dan geen plat? Komen die ouders niet van IJs? Komen niet uit IJs, maar ze spreken wel allebei dialect. Maar ze zeggen dat de dialecten te veel verschillen van elkaar. Want waar komen ze vandaan? Uit Kerkrade en Wijnandschade. Dat is enigszins angers. Ja, en ze hadden besloten om de kinderen dus in het Nederlands op te voeden. Ja, met elkaar spreken ze geen dialect. Dus ook niet. Dan gaat het automatisch dat ik ook geen dialect spreek. Maar mijn vader spreekt dan wel dialect tegen mij. Ja. Dus het verschil tussen UG, dat wordt geconstateerd. En toen dacht ze, ik ga toch eens even kijken wie dat dan met de taalontwikkeling zit. Tussen Nederlands sprekende kinderen en Limburgs sprekende kinderen. Ja, omdat voor Bier zelf dan geen verschil. Ja. Omdat het cijfers eigenlijk vanaf de basisschool immer wel een redelijk gelijk zijn geweest. Dus we waren benieuwd of het dan ook echt geen verschil is. Ja. En dan geeft ze dat melden aan die leerkracht, aan die docent. Ja. En die hongen meteen in de gordijnen van enthousiasme. Ja, ze vonden het wel een prima onderwerp en wel ook interessant en zo. Ja, dus dat ligt dat zong gauw op groen. Ja. En toen ging er aan de gang. Wie? Wat had er gedaan? Eerst zelf bedacht of we verwachten of er verschillen waren. En even op internet gezocht of er al andere onderzoeken waren geweest. En toen kwamen wij wel snel uit bij Leonie Kornips en die hebben toen gemaild om hulp. En zij heeft ons toen gekoppeld aan Gino, Gino Raammakers. Ah ja, die heeft ons echt heel goed geholpen met het profielwerkstuk maken. Ja, want het onderzoek, leg even uit, wie is dat gegaan precies? Wat had er onderzoek? Voor hebben ze heel veel informatie waar. En dan van het onderzoek zelf, hoe we dan naar de basisschool zijn gegaan van groep 2. En dan aan de hand van de uitzagen van CITO-toetsen van de taal. Want in groep 2, dat vervuilde is dat de oudste kleuters, zag maar zeggen, werden ze op taal getoetst. Ja, taal voor peuters en kleuters. Ja, en daar is eigenlijk gekeken van, hey, de kinderen die heen plat kallen, doen die het beter? Ja. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat is de conclusie? Ja, dat blijkt dus wel zo, dat de kinderen die dialect spreken vaker een hogere score hebben bij de CITO. Ja. Dus ja. Dat is een mooi feitje, dat is geconstateerd. Had dat gedaan in Vilaan, heeft dat goed begrepen? Ja. Ja. Is dat nog expliciet een keuze voor Vilaan gemaakt om een bepaalde reden? Of wordt dat gewoon omdat door de contacten lagen? Ja, omdat de contacten door worden. Maar niet een specifieke reden om het in Vilaan zelf te doen. Maar omdat voor eenmaal zo'n Vilaan kosten, zijn voor Zuiderby gekomen. Ja, precies. Dus kinderen die heen platkallen, die scoren beter op het gebied van taalontwikkeling en dergelijke. Ja. Oeh, zag die ouders die dat net had gedaan. Nu hadden we toch een portie speech. Of volle moment. Ja, mijn ouders hebben sowieso helemaal dialect gekozen. Dus ja, die kunnen dat niet zeggen. Maar... Ja. Die ouders had die zich nog voor excuseert dan? Nee. Dat hebben we niet, dat hebben we niet. Hey, nog een hand voor dit gegeven, dat die kinderen het beter doont. Mm. Worden wetenschap, ik denk aan Leonie Kornips en haar collega's, worden die blij met hun resultaten? Is dat toch ook geland op de een of andere manier? Ja, ik vond het wel fijn dat wij hetzelfde resultaat hadden als uit andere onderzoeken ook bleek. En dat wij als jongeren daar ook zeg maar aandacht aan gaven. Want normaal komt het toch vanuit de oudere mensen. En vonden ze het leuk om te zien dat wij als jongeren ook willen dat het dialect blijft bestaan hier. Ja. Dus dat vonden ze wel leuk. Ja. En deed de school er nog met, Lotte, wat hier geweest zit? Antie zo gaat van, misschien moeten we dan toch met die ouders aan de slag die platkallen om ze te helpen met de kinderen of zo, dat die dat blijven doen. Ja, daar was zelf niks van gehoord. Maar nee. Ik zou niet durven zeggen of dat ze er inderdaad nog over hebben gehad, maar zover vier weten niet. Maar ik neem aan dat ze hartstikke blij met het onderzoek worden. Was ook verrast met de resultaten op die school? Ja, ik denk het wel. Ze hebben het gepubliceerd in hun schoolkrant, zeg maar. Ja, ik denk dat ze het dan wel bijzonder vonden. Zeg. Ja. Hey, en los van dat dit ingediend is op school, had er ook een prijs met gewonnen, hè? Ja. €75, de man. Ja, klopt. Van, Stichting Levende Talen, hè? Ja. Dat is best wel prestigieus, los van het geldbedrag. Ja. Daar kent ze natuurlijk voor twisten. Hoe is het dan opgegaan? Ja, gewoon leuke dingen doen. Ja, ja, dat weer wel. Ja, dat wel. Eigenlijk om een beetje te vieren. Ja. Hey, en dit was een profielwerkstuk, dus toch kreeg je een cijfervuur. Mm-hmm. Telt zwaar met? Ja, het gemiddelde van maatschappijleer. Voor Lotte er nog CKV erbij. Ja. En dan profielwerkstuk samen en dat wordt dan 1 punt.
Ja, jullie hebben het punt binnen intussen. Ja. En? 9,5. Ja. Dat is bijna een 10. Dat is bijna perfect, hè? Ja, het is sowieso afgerond. Dus het is een 10 eigenlijk. Ja. Nou ja. Nou, geweldig. Ja. En wat wordt dan nog feedback van de leerkracht? Wat zag hij of zie? Ik weet niet of het een man of een vrouw is. Een vrouw. Een mevrouw, nou. Het was bij haar nog nooit voorgekomen dat ze een 10 had gegeven. Nee. Dus dat vond ze natuurlijk ook leuk om te geven. Het is toch een beetje flauw, hè? Dat ze dan met een uur genoorvaken, snel. Ja, afgewonnen 10. Dus ja, daar was heel blij mee. Ja. Dus volgend jaar, als hier in een vervolgopleiding zit, dan weet er... Want die profielwerkstukken eraan komen u vergekald. Vorig jaar had ik nog een 10 gegeven. Het is eerst het stond in de geschiedenis nu. Ja, dat klopt. Hey, even nog uw eigen taalinteresse, want dit is natuurlijk een leuk onderwerp. Is dit nog ergens terug te vingen in een vervolgopleiding? Wat gaat er doen? Is het gaat met taal? Ja, ik wil social work doen, dus dat niet per se echt met dialect te maken. Oké, okay. En doe? Communicatie. Nou. Dat is natuurlijk wel taal. Aspecten. Wil je op deze voet verder? Blijf je voeten in dat dialect? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Worden er verrassende dingen voor ikzelf? Er had natuurlijk dat onderzoek gedaan en voor studie, ja, had allerlei informatie opgezocht. Zijn er dingen te weten gekomen over dialect of dialecten waarvan ze zegt, hey, dat wist ik niet. Ja, bepaalde invloeden, denk ik wel, die het al een voordelen die met zich meebrengt, wat we van tevoren niet hebben gedacht. Want ja, ik word vanzelf wel het meest bijzonder vond, is dat Alzheimer kan worden uitgesteld. Ja, dat houden we er niet achter gezocht. Want lekker voor uit, wie heet dat dan? Ja, volgens mij dat mensen dialect als moeten mee schakelen tussen die hersenen met welke taal ze gebruikt op het moment en welke niet. En door die mee verbindingen in die hersenen zou Alzheimer met 5 jaar kunnen worden uitgesteld. Ja, ja, dat wordt wel hier opvallen en dat houden we niet gedacht van te doen. Dus de trends zien hersenen eigenlijk beter, waardoor dat ze Alzheimer een beetje kent. Nou, dat is toch prachtig. Ja. En in de dialecten zelf zullen er ook in gedoken. Zo ook andere dialecten, van Boete-Limburg misschien wel. Waardoor stats en cijfers en dingen? Ja, we hebben een beetje vergeleken met de Randstad. Dat is natuurlijk niet echt een dialect, maar meer een accent. Maar we hebben vergeleken met accenten en dialecten. Dus. Ja. Ja. Nu heet onze podcast De Limburgse Taal en. En we kregen wel eens mailtjes van, ja, maar taal, dat gaan gaan niet. En het gaat om dialecten en plat en dan moesten ze allemaal apart zien. Zou je er op een bepaalde manier over gaan denken door dit onderzoek? Is dialect taal? Of is het gewoon gezellig voor in de supermarkt en dat wordt het dan? Ja, ik zou wel zeggen dat het wel een taal is. Juist eigenlijk wel. Ondanks dat veel wordt gedacht van nee. Maar mensen nu resultaten zien dat het wel juist een taal is. Ja. Ja, het heeft gewoon grammatica regels. Dus ja, dan is het ook officieel echt een taal. Ja. Ja, jij hebt het als niet dialect spreken misschien nog een beetje van afstand beschouwd. Ja. Ja. Dus die kinderen ooit in plat opgevoed. Ja. Dat principe, is wel zeker. Ja, in principe wel. Ja. Ja. En dat werd bedicht dan moeilijk. Ik zou het wel willen, maar ja, als je het zelf niet goed spreekt, ja, dan wordt het wel lastig. Zou je het willen oppakken ooit? Dat je denkt van, ja, ik ga gewoon eens met iemand die ik leer kennen in het plat beginnen. Toen kennen ze het wel, volgens mij, hè? Het is meer van net echt durven. Ja, het klinkt gewoon heel vreemd. Voor zichzelf? Ja, ja, moet ze het oefenen dan, hè? Ja. Goed. Hey, hartstikke mooi onderzoek en een fijne priester bijgekregen. Nou ja, wat wil ze nog meer? Een 10. Ja. Je zit de 2 tevreden dames, toch? Absoluut. Oké, dankjewel. Ja, dankjewel.